Zo, er komt dan alweer mijn tweede bericht uit Brialmol. Het is dinsdag. En we hebben net een presentatie gehad over... ja, hoe kun je dat noemen? Het wel en wee van de VPKB. Hoe staan we in de wereld? Waar hebben we allemaal contacten mee? Blijkt dat we buitengewoon actief zijn in de wereld. We doen aan alle commissies mee, aan alle conferenties en vergaderingen en commissies die er maar zijn in Europa. En dat legt natuurlijk een enorm beslag op de beschikbare man- en vrouwuren. Maar we doen het toch maar. En Stefan Fuiten zei, nou, daar mag je best trots op zijn. We hebben ook het een en ander gehoord te horen gekregen over een hele bijzondere functie in de VPKB. Een soort van vertrouwenspredikant, die ook lid is van een commissie van toelating. Daar dus ook belangrijke adviserende stem kan hebben. En uiteraard is dat dan zowel Nederlandstalig als Franstalig. Ik had het gevoel, toen ik dat allemaal hoorde, dat ik toch wel nu onderdeel was van een hele boeiende en hele interessante kerk. Met een enorme veelkleurigheid inderdaad. Het is een groep waar, vrijzinnigheid, hele moderne theologie een grote rol in speelt. Maar toch ook enclaves zo hier en daar van een wat meer behoudende richting. Het is een allegaartje theologisch. En Stefan Fuiten zei dan ook, dat is wel lastig. Want eigenlijk kun je nooit zeggen, waar staat nou de VPKB voor? Wat is ons gemeenschappelijke standpunt? Want dat is er eigenlijk helemaal niet. Het is dus in feite een enorme organisatorische eenheid die we hier hebben. Maar dat is de enige manier waarop protestantse gemeenten hier in België zouden kunnen overleven. Want die leven dankzij de gratie van de overheidssteun die de kerken krijgen. Dat is de laatste jaren wel een beetje aan het wankelen gebracht. Ook dat hebben we gehoord. Want de stemming in België is toch behoorlijk omgeslagen. Er is een veel grotere vijandschap zelfs tegenover het werk van de protestantse kerken. Tegenover het werk van de kerk in het algemeen. En soms worden we over één kam geschoren met de islam in België. Dus dan heb je soms een minister die probeert een maatregel tegen de islam door te zetten. Bijvoorbeeld voorwaarden te stellen aan de bezoldiging van een imam. Of moskeeën niet te erkennen. Dus ook niet te subsidiëren die hem onwelgevallig zijn. Maar de enige manier om dat te bereiken in België, dat is om alle religies, alle gevestigde erediensten, zoals dat heet, gelijkelijk aan te pakken. Dus als men iets heeft tegen de islam, dan raakt dat ook meteen de protestantse en de Rooms-Katholieke kerk. Nu, allemaal insiderszaken voor wie dit beluistert. Ik verwacht niet dat er veel VPKB'ers zijn die dit zullen horen. Maar ik leg het je maar even voor om duidelijk te maken dat ik hier in een kerk zit met een soort waterhoofd. Dat waterhoofd, dat is alle verschillende groepen en commissies en instellingen die de administratie van die kerk regelen. Terwijl we hier in feite maar 140.000 leden hebben. Nou, dat is lastig. 140.000 leden en daarvan zit een behoorlijk groot aantal in het kader en doet ecumenisch werk en dergelijke. En de vraag die ik stelde aan Stefan Fuiten is, ja, het is prachtig al dat internationale werk en dat je naar Zuid-Korea gaat voor een conferentie en dat je misschien naar Schotland moet voor een ontmoeting met andere protestantse kerken. Maar wat is het nut daarvan voor de lokale gemeente? Wat is het nut daarvan voor een gemeente als Knokke met een zeer beperkt aantal leden? Ja, dat is inderdaad de grote vraag. Dat ligt aan de predikanten, zegt hij dan. Die moeten dat proberen door te geven. Maar ook degenen die in dat soort commissies zitten moeten hun best doen om materiaal te vervaardigen dat dan ook in de gemeente kan landen, daar een plaats kan krijgen. Oké, tot zover het VPKB-bericht. Ja, wat moet ik daar binnen? Ik heb natuurlijk mijn eigen kleur. Nou is de combinatie van alle verschillende kleuren die ik heb, dat weet iedereen die schildert, hè? Als je blauw, geel, rood, oranje, paars, groen, wit, allemaal door elkaar heen gaat mengen, dan krijg je tot je stomme verbazing uiteindelijk een soort van bruin. Nou ja, dat
Dat is dan mijn identiteit, zo gezegd. Ik heb een bruine identiteit. Ja, wat betekent dat? Er was iemand die reageerde op mijn vorige podcast van gisteren. En die zei, ja, is die vraag naar de identiteit niet een hele menselijke vraag? Je moet je toch vooral afvragen wat voor identiteit je in Christus hebt ontvangen. Ja, dat is helemaal waar. En dat zal ik ook van harte onderschrijven. Onze identiteit in Christus, in hem zijn wij geworden. Dat is uiteindelijk, wat geloof betreft, de kwestie. Maar ja, er is inderdaad wel ruimte toch voor een menselijke vraag. Bij welke kerk hoor ik? Ja, kijk, niet in de zin waarin 1 Korinthe 1 dat natuurlijk bespreekt. Hè, dat er mensen zijn die zich van anderen per se helemaal willen onderscheiden door te zeggen, ik hoor bij Apollos. En dat er dan weer andere mensen zijn die daartegen ageren door te zeggen, nee, ik ben van Christus. Met andere woorden, ik overstijg al dat menselijke gedoe. Ik hoor alleen maar bij Christus. Ja, dat is waar. Maar heel concreet, ben je lid van een lokale gemeente. En als dat een hervormde gemeente is, zoals bijvoorbeeld in Schagen, ja, dan neem je in deze wereld een hervormde positie in. Dan kun je thuis met Messiaans Jodendom of met Anglicanisme of met Rooms-Katholicisme bezig zijn. Je kunt denken dat dat ook tot je identiteit behoort, maar ja, je gaat dan toch op zondag naar een hervormde gemeente waar je misschien zelfs wel ouderling of diaken bent. En dat is natuurlijk de kwestie van die menselijke identiteit. Die speelt ook een rol. En ik moet zeggen, vandaag dacht ik, ach, wat maakt het eigenlijk uit? Ik ben lid van de VPKB, ik werk in de VPKB. Mijn opdracht blijft het, vanuit mijn christelijke identiteit, om het evangelie te verkondigen. Ja, het evangelie zou je toch beter kunnen vergelijken met een jazzpartituur. He, er staan in grote lijnen op het papier wat de verkondiging moet zijn. We moeten Christus verkondigen, niet onszelf, hem als gekruisigd. We moeten de zondevergeving door het bloed van de Heer Jezus prediken. Die grote contouren zijn duidelijk. Maar ja, een jazzpartituur laat vervolgens toch een grote vrijheid aan de vertolker om daarmee zijn eigen melodie te maken. Zijn eigen, nou, niet zijn melodie per se, maar binnen de aangegeven akkoorden toch op vrije manier muziek te maken. Ja, en dan kan het soms de ene stijl zijn, afhankelijk van je persoonlijkheid, en soms een andere. En ik ben van mening dat dat evangelie kan klinken in de verschillende toonaarden of stijlen die we nu eenmaal in de wereld vinden. Het evangelie kan Anglicaans en Rooms-Katholiek en hervormd en gereformeerd worden uitgedrukt. En het is aan ons om steeds weer te herkennen dat en of dezelfde kern voldoende tot zijn recht is gekomen. Daar draait het uiteindelijk om. Dat is wel de norm en de maatstaf. Maar hetzelfde geldt voor je identiteit. Het gaat erom of je die verschillende manieren van bestaan, manieren van leven en werken, of diezelfde christelijke oorspronkelijke identiteit tot zijn recht komt. Ook als je een Messiaanse Jood bent, je daarmee identificeert, blijft het de vraag of je Christus eert en vereert. Of je een geestelijke godsdienst hebt die de kern is van wat je op externe en materiële wijze doet. Dus wat voor mijn identiteit geldt, menselijke identiteit geldt, is dat die wezenlijke theologische identiteit daarin moet doorklinken. Die menselijke moet transparant zijn op het evangelie, op de kern ervan. En Paulus zegt nadrukkelijk, ik ben voor de Joden een Jood geworden om sommigen te winnen. Maar ik ben voor de niet-Joden een niet-Jood geworden om ook uit hen sommigen te winnen. En ik zou er aan willen toevoegen, ik ben voor de Belgische protestanten een Belgische protestant geworden om velen daaruit te winnen. En ik ben op internet, ja, gewoon mijzelf in zekere zin, met alle kleuren die ik heb, om zoveel mogelijk mensen te winnen. En anderen die al gewonnen zijn, nader te informeren en te doen groeien in hun geloof en kennis. Een veelheid van menselijke identiteiten die zo transparant mogelijk moeten zijn op mijn identiteit in Christus. Ja, dat correspondeert denk ik met de poging van de VPKB om niet te gaan zitten zeuren over marginale en secundaire vragen, maar ruimte te bieden aan de verkondiging die inderdaad wel
behoorlijk heen en weer slingert. Mijn zorg is dan, is het wel zo dat in al die varianten van het Belgisch protestantisme datzelfde evangelie klinkt? Zijn we nog, gezamenlijk zeg ik dan maar, zijn we nog transparant tegenover de kern van het evangelie? Nou ja, dat moet ik ontdekken. En vanmorgen moet ik zeggen, heb ik vooral gehoord hoe dat materiële, dat menselijke werkt in de VPKB. En mijn zorg en mijn vraag blijft, is dat transparant genoeg? Beter nog, het is mijn gebed voor deze kerk dat ze ondanks die veelkleurigheid en diversiteit toch uiteindelijk transparant is op dat ene evangelie van onze Heer Jezus Christus en die gekruisigd, net als voor mijzelf.